Yes jongens, politie inderdaad. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video jongens. We staan op dit moment bij een tankstation. Als de cameraman even naar buiten filmt, zie je dat we bij een hele oude vertrouwde tankstation staan. Het is op dit moment eerste kerstdag voor jullie. Voor ons is het 23 december. En vandaag is het zaterdag. Het is de dag dat het 100% mega druk is in België. Omdat het is eigenlijk de enige dag nog voor de kerst op een zaterdag dat ze open zijn. En ik verwacht echt mega druktes. Ik verwacht vuurwerkcontroles. Want jullie hebben allemaal de video kunnen zien van een paar weken geleden dat er vuurwerkcontrole was. En als ik hem ooit ergens een keer zou verwachten, dan is het vandaag wel. Voor jullie, of in ieder geval voor de mensen die er allemaal zijn, hoop ik dat er geen controle staat. Voor ons hoop ik het wel, want ik wil het gewoon wederom weer even op beeld krijgen. En misschien kunnen we even uitstappen dit keer bij die controles. Ik denk dat we maar moeten gaan rijden, voordat het te laat wordt. Het is op dit moment, dat is ook wel interessant, 10:50. En dat is wel echt het moment dat het daar heel erg druk is. Een airco, man. Dat is een uitgang. Jongen, lijkt wel een ventilator, hoor. Yes, jongens. Jullie zagen nog net het bord van Gaan. En vorige keer stonden ze dus in Gaan. En dit zijn een beetje die plekken waar ze kunnen staan. Vorige keer stonden ze hier, man. Ja. En film even naar de weg. Want, vorige keer zagen we hier al een busje staan. En eigenlijk, want als het goed is, begint dadelijk hier de Lidl. Ja, ik weet niet of ze hier al kunnen staan, hoor. Maar het is bijzonder rustig. Jullie zien het op de weg. Ja. Er is gewoon geen kip hier, man. Nee. Nu komen we dus bij de bekende plek. Hier zo is de Hubo. En vorige keer stond hier dus controle. Bij de Hubo. Hier links, even kijken. Jullie herkennen het nog wel van de vorige video toen met die controles. Nou, niks te zien. Helemaal niks. Geen politiemotor of auto te zien. En dat is toch bijzonder, hè? Maar goed, ze zeggen het altijd. Je verwacht, of de politie komt altijd wanneer je het niet verwacht. En dat is ook echt waar. Maar goed, voordat deze video klaar is, kan het ook nog dat we op de terugweg politie zien. Hè? Want dat kan natuurlijk ook. Het is nu op dit moment net 12:30 geweest in de middag. Ze kunnen ook bij zichzelf denken, ha, we gaan lekker in de middag. Ja, ik denk dat ze dat doen, man. Het is zaterdag, hè? Ja. Het is toch zaterdag. Mensen willen uitslapen, dat weten we leuk. Precies. Dat ze denken, nou, gaan we wat later staan. We rijden op dit moment het vertrouwde Baarle binnen. Of in ieder geval waar het begint allemaal. Hier links altijd die parkeerplaatsen waar ook wel eens controle stond. Maar ik hoorde net via in mijn oortje dat bij de bunker Belgische politie staat. Maar goed, wat doet de Belgische politie? Die controleert eigenlijk voornamelijk op de 1 kilo regel waar ze zich aan moeten houden. Want iedereen mag maar 1 kilo kruid kopen. Ik weet niet precies hoe het zit. Yes jongens, Belgische politie inderdaad. Maar die controleren waarschijnlijk niet op, ja, op ons. De vuurwerkmensen. Even de hond uitlaten met een zenahesje. Iedereen buiten aan het wachten. Wij gaan even door naar Zena, denk ik, hè? Zena Tabakotiek, oftewel Gijs. Als je even naar de weg filmt, dan zien jullie dat helaas de hele weg nog open ligt. We spraken net even iemand en die vertelde dus dat er vandaag inderdaad de controles zijn van de overheidsdiensten van België op het vuurwerk. Hoe bizar is dat? 23 december, ze kunnen heel het jaar controleren en dan gaan ze op 23 december een controle uitvoeren. Dus heel triest voor die winkels, want het kost tijd, dat kost geld natuurlijk en snelheid van de bestellingen van mensen. Laten we maar even naar binnen gaan kijken hoe druk het hier is. Knallers hebben we al eerder kunnen zien, jongens. Vooral die Red Banger, Green Banger, zijn goede knallers. Uiteraard dat er heel veel Thunderkings wordt verkocht hier. Maar hoe triest is het, zoals je vindt, dat het allemaal open ligt. Het is echt te triest voor woorden dat ze dat gedaan hebben. Dus mochten jullie in de regio zijn bij Gijs, Tabakotiek, steun hem even en haal hier het vuurwerk. Dus je kan wel begrijpen dat het hier wel vervelend is dat die weg open ligt. Volgende winkel, jongens, Loods. Hier heb je dus een aantal leuke aanbiedingen van knallers. Ik zie alleen niet die Megatrask hier terug. Die hebben we al getest laatst. Maar het is behoorlijk druk ook binnen. Ik ga niet naar binnen filmen. Ik ga niet zomaar even mensen hun gezicht filmen. Maar ook bij Loods is het dus lekker druk.
Zena de Bunker. Ook een hele leuke winkel. En nu veel drukker omdat die andere straat natuurlijk open ligt. Nou, vroeger zat hier dus de ingang. Ik heb dat al heel vaak gezegd. Maar dit was vroeger de bunker. Letterlijk. Jullie hebben het kunnen zien. Aardig druk hier zo. In de winkel. Ik ga niet de mensen filmen. Ik film alleen even de grond. Het was natuurlijk andere jaren wel wat drukker. Maar het heeft mee te maken dat er misschien toch nog een lockdown kwam of wat dan ook. De pijlen, die hebben we laatst ook gezien. 2,5 inch bokkens, 30 euro is een aanbieding. Ik zeg je heel eerlijk. Het is niet eens op beeld waarschijnlijk te zien hoe groot ze zijn. Ja, echt bizar, echt bizar. Helaas mogen ze in Nederland dus niet die pijlen. Ik ken die rechter. 65 mm. Mooie producten, man. Hey, jongens, achter mij de bunker. Behoorlijk druk. En wat ik al had verwacht, Belgische controles op de kilo's hier voor die mensen. Te triest voor woorden, want dat betekent dat die winkels allemaal natuurlijk gezeik hebben met het voldoen aan die regels. Maar ja, volgende winkel, Pyro Shop. Loop even naar binnen. Traka is ook weer aanwezig. 200 meter voor 125 euro. Helaas kunnen we dat allemaal in Nederland niet stoken. Maar het is wel mooi om te zien dat je dat hier gewoon nog hebt. Op dit stuk is het wel wat rustiger. Ja? Ook met u op de foto. Tuurlijk, tuurlijk. We lopen nu dus even een rondje door Baarden. En eigenlijk is het zeer rustig. Er is ons ook verteld door de winkels, door de mensen bij de winkels zelf, dat er nu dus Belgische controle is bij de winkels. En dat dus de reden is waarom er geen politiecontrole is vanuit de Nederlandse controles. Maar dat de kans groot is dat ze er morgen wel zullen staan. Wij zijn hier morgen niet. En als jullie deze video zien, is die dag al geweest. Maar kleine kans op controles. Dus iedereen die hier vuurwerk koopt, heeft geluk. Dus jullie ook, jongens. Hey. We rijden nu weer richting de grens. Wat zien we hier zo? Belgische politie wederom. Ja, ja. Het is dus vandaag is het dus hier regionaal afgesproken dat de Belgische politie dus controleert bij de Belgische winkels hier. Dus het houdt in dat alle mensen die dus, wat ik net ook al zei, geluk hebben. Want als deze controle er is, dan is er 100% geen Nederlandse controle. Maar misschien wel, want we rijden zo meteen de grens over richting de plekken waar ze eventueel kunnen staan. Maar tot nu toe, weinig. Alleen het is wel grappig, want we zagen net dus, dat hoorden we eigenlijk, mensen die de Belgische politie zagen, toen liepen ze snel weer met hun vuurwerk de winkel in. Terwijl ja, ik bedoel, het mag gewoon. We zijn aangekomen op de laatste plek, jongens, waar er nog een kans staat op vuurwerkcontrole. En zo te zien staan ze hier dus ook niet. In ieder geval die boa's die we de vorige keer zagen staan. Dus mochten jullie echt nog een video willen zien van de controle, dan zou ik die video even allemaal checken. Maar hier, geen controles. En het was al de verwachting. En ik zei net al tegen de cameraman. Ja, hier stonden ze inderdaad de vorige keer. Ja, wederom helemaal niks te zien. Geen politieauto te zien, Nederlandse weliswaar. En ik zei net al tegen de cameraman. Het heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat, kijk, die politie die doet het allemaal natuurlijk om de verkoop van vuurwerk te frustreren. En dat gebeurt vandaag omdat de winkeliers worden gecontroleerd. Dus dan gaan ze vandaag niet hier natuurlijk ook staan voor de Nederlanders die hier kopen. Nee, het geen zin. Precies, dus dat gaan ze waarschijnlijk morgen doen. Maar goed, dat is dan al geweest wanneer jullie deze video zien. Dus in ieder geval, ja, geen controles, wel heel erg druk. Andere jaren was het wat drukker in de winkels, heb ik het gevoel. Maar dat heeft voornamelijk te maken met die lockdowns die er toen waren. Dat mensen nog op het laatste moment wat wilden kopen. Mensen die verwachten een lockdown of wat dan ook. Maar goed, het was mega druk. Ik denk dat als je nu in de Pyro Shop zou staan, hoe lang ben je bezig? Nee, dat je wel mensen een uur in de rij staat. Ja, 100%. Als het niet langer is. Precies. Ik bedank jullie in ieder geval voor het kijken naar deze video, jongens. Fijne kerstdagen, fijne feestdagen nog. Want het is natuurlijk vandaag kerst als jullie deze video zien. We lopen 2 dagen achter.
27e, overmorgen is dat, gaan we live geven vuurwerk weg om 7 uur op YouTube. Dus jongens, massaal kijken. Ieder kwartier gaan we vuurwerk weggeven. Thanks voor het kijken naar deze video, jongens. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Later.